Lieve mensen, een lange zomer ligt languit uitgestrekt voor ons. Het halve jaar waarin de feesten over elkaar heen buitelden, heeft plaatsgemaakt voor een kalme tijd. De enige nog overgebleven spaak in het wiel is deze vreemdsoortige zondag vandaag, Trinitatis. De zondag waarop sommigen zich de hersens breken over het feit dat de ene God niet altijd dezelfde hoed opzet, zich niet altijd in dezelfde vermomming hult als hij zich aan mensen laat zien, maar soms vader, soms zoon, soms Heilige Geest is en altijd alle drie. Het lijkt meer op een wiskundig probleem waar examenkandidaten een klacht over zouden indienen dan op een christelijk feest. 3 keer 1 is 1. Hoe dan? In het verleden ging ik wel eens een weddenschap aan op deze zondag. Zo daagde iemand me uit op de zaterdagavond voor Trinitatis om het in mijn zondagse preek te hebben over een strandbal. Toen werd de Heilige Geest dus de lucht in de strandbal, de zoon werd het plastic oppervlak van de bal en de vader werd het ventiel. Zo is de drie-eenheid ook wel eens in een van mijn preken een 3-in-1 shampoo geweest. Er stond immers op de verpakking beschermd, reinigt en voedt. Hij is ook wel eens een koffer vol brieven geweest, zoals die bij mij op zolder ligt. Elk met een andere aanhef. Lieve Maria, geachte dominee Flipsen, LS, aan de deelnemers van deze wedstrijd, genodigde, dochter, vrouw, koorlid, allemaal namen voor één en dezelfde persoon die geen van allen de lading perfect dekken. Met een beetje creativiteit leent bijna alles zich ervoor om een metafoor voor de eeuwige te zijn. Zo zie je maar weer hoe het goddelijke verweven is met onze mensenwereld. Hoe we er toch nooit helemaal grip op krijgen. En hoeveel behoefte we hebben aan een lege zomer waarin we alles eens een keer op een rijtje kunnen zetten. En ons kunnen verwonderen over de ruimte die er is. De ruimte die er komt als je nadenkt over wezenlijke dingen. En als je dan stil bent. Net als wanneer je de kunst hier in de kerk op je in laat werken. Zonder er meteen iets van te hoeven vinden. Doop, nieuwe christenen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zegt Jezus. Als je niet helemaal bent ingevoerd in het fijne van de trinitarische theologie, dan klinkt dat als een onmogelijk toelatingsexamen. Een logische of misschien onlogische puzzel. Een probleem. En voordat u afhaakt of een dutje gaat doen of overschakelt naar een andere YouTube-kerkdienst, moet ik toch echt even zeggen, de eeuwige is geen probleem. De eeuwige is geen probleem. En de eeuwige legt niemand het gebod op, 1 dag per jaar zult gij uw hersenen pijnigen totdat gij de puzzel oplost die ik heb gemaakt om me daarachter te verschuilen. Voor zover ik de eeuwige een beetje ken, is er juist precies het tegenovergestelde aan de hand. Hij kan zich niet inhouden. De eeuwige wil zichzelf laten kennen. Koste wat kost, hoe dan ook. Op elke manier die maar mogelijk is. Als een strandbal, als een shampoo, als een koffer vol brieven met helemaal bovenop een dikke stapel liefdesbrieven.
als geest, als zoon, als vader, als herder, als koning, als bakkersvrouw. Wat er ook maar bij ons doordringt, hij probeert het. We hoorden het al in de korte lezing uit Jesaja vanmorgen. Het was het eerste gedeelte van een gebed. Als je bidt, is het beleefd om eerst terug te kijken en te danken voor wat er al is geweest, voordat je vooruit kijkt en dingen begint te vragen. En de auteur van de lezing van vanmorgen, die probeert duidelijk eerdere ervaringen met God te duiden. Niet alleen persoonlijke ervaringen, maar ervaringen die zo belangrijk zijn geweest voor het hele volk, dat ze zijn overgeleverd, dat ze traditie zijn geworden. Maar die ervaringen zijn zo divers. Het lijkt wel of God steeds een andere hoed op heeft. Steeds uit een andere onverwachte hoek komt. Nu eens is hij de vader die trots is op zijn kind. En die weet, die komt er wel met de nodige duwtjes in de rug. En dan weer gebruikt de dichter moederlijke woorden om de rol van de eeuwige te beschrijven. Als een moeder draagt zij haar kind onder haar hart, onder haar vleugels. Nu eens leidt de eeuwige als het volk leidt. Als een vriend die met je optrekt en zich in je weet te verplaatsen. Die weet wat er in je omgaat. En dan weer werkt de eeuwige op zijn mensen in, als een vreemde, ongrijpbare kracht van buitenaf, die mensen weet te bezielen en zegenen. Die geest is de adem die het nooit laat afweten, die er altijd is, in en uit. En diezelfde geest is een storm die plotseling kan opsteken. Je kunt ervan leven, je mag erom bidden. Ook in de woorden van Jezus, de laatste woorden in Matteüs' evangelie, worden verleden en toekomst, aanwezigheid en afstand met elkaar verweven. Als Jezus afscheid neemt van zijn vrienden, kijkt hij eerst terug en dan vooruit. Houd alles vast wat ik je geleerd heb en ga dan de toekomst in, de wereld in. Met mij. Want wat er ook gebeurt, wanneer dan ook, ik ben erbij, alle dagen. En kijk, dat raakt mij. En dat bewijst dan, wat mij betreft, weer dat zondag Trinitatis niet de jaarlijkse studiedag is van de goddelijke ontologie, maar het feest van de menselijke godservaring. Het feest van onze relatie met de eeuwige. Want dat open einde, dat is waarmee de Jezus van Matteüs de lezer achterlaat. Er is geen hemelvaart, geen Pinksterverhaal, geen enkele indicatie van wat er gaat komen, van hoe het er dan wel concreet uit gaat zien. Als Jezus er voor goed is en als de mensen zijn leerlingen worden. Maar er is die belofte. Ik zal er zijn. Hoe dat eruit gaat zien, daar moeten we in de praktijk achterkomen. Daar komen we achter. Elke keer als we hier samen zijn. Daar komen we achter door een balans te vinden tussen gedoopt worden, de sprong in het diepe wagen, en leerling worden. Blijven leren en vragen en nooit denken de waarheid al in pacht te hebben. Leerling worden van een God die zich op ontelbare manieren laat kennen. Die net buiten beeld blijft, die er is zoals een mens er kan zijn. Die aan je ten grondslag ligt en toch een vreemde blijft. Ondergedompeld worden in een mysterie waar je geen greep op krijgt, maar wat jou ook niet loslaat.
Het is maar goed dat we in de kerk kunst hebben en muziek. Dat we zingen en bidden, luisteren en eten en drinken. Al die verschillende manieren om iets te ervaren waar niet genoeg woorden voor zijn. Om een God te ontmoeten die zich aan al onze categorieën onttrekt. En meer nog dan al het andere bij elkaar, wat is het goed dat wij samen zijn. Want een God die zelf ten diepste in zijn hart gemeenschap is, kan niet anders dan ons uitnodigen en uitdagen om gemeenschap te zijn. Laten we ons dan meeslepen de dansvloer op. Laten we ons dan meeslepen door het mysterie van een God die zelf een dans is. Een voortdurende wederkerigheid, communicatie, relatie. En laten we dan samen alvast de stappen oefenen die ons dichterbij brengen naar een wereld van goede relaties, van vruchtbare samenwerking en opbouwende communicatie. Een wereld van pluriformiteit en eenheid, van creativiteit en evenwicht. Een wereld die een dans mag zijn. Amen.